Als je de green room binnenkomt, lijkt natuur ver te zoeken. Het eerste wat opvalt is een ingewikkeld buizenstelsel, wat eerder doet denken aan techniek en innovatie dan aan een duurzaam energiehart. Toch is deze ruimte geheel in lijn met ons streven naar een laag carbon footprint en de wens om gasloos te telen. Want dit is de plek waar wij de energie vandaan halen voor onze klimaatos. Om zo op natuurlijke wijze onze nursery te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer. We weten allemaal dat het gebruik van aardgas gepaard gaat met veel CO2-uitstoot en dat het direct gevolg heeft voor het milieu. Fortenova zet dan ook in op gasloos telen. Hiervoor gebruiken we climatoren en groene stroom. Deze groene stroom kunnen we inkopen dankzij de speciale privé-stroomkabel van 6 kilometer die we hebben laten aanleggen. Voor verwarming in de winter bewaren we warm water 100 meter diep onder de grond. Dit water wordt in de green room door deze warmtewisselaars gepompt. Vervolgens geeft het zijn warmte af aan de klimatoren, die de kas op een ideale temperatuur brengen. Het afgekoelde water gaat terug de grond in. In de zomer wordt dit koude water weer opgepompt om de klimatoren te helpen koele lucht de kas in te blazen. De garantie voor een stabiel klimaat en een stabiele kwaliteit rozen, het hele jaar door. Het water in de warmtewisselaar blijft in zijn eigen gesloten circuit. Het wordt alleen gebruikt als energiedrager. De warmtewisselaars brengen de warmte naar de klimatoren in de kas. Hierdoor zorgen we ervoor dat de balans in het grondwater niet verstoord wordt. Sharing is caring. We oogsten veel meer energie dan we zelf nodig hebben en houden warmte over. Hiermee zouden zelfs heel veel huishoudens verwarmd kunnen worden. CO2 is in de meeste industrieën een bijproduct. Een afvalproduct dat milieuproblemen en klimaatveranderingen veroorzaakt. Maar in onze kwekerijen kunnen we dat prima gebruiken om onze rozen beter te laten groeien. We kopen de CO2 in uit de Rotterdamse haven, die daar als restproduct beschikbaar is. Bij Fortenova is kwaliteit topprioriteit. We streven ernaar om de beste rozen ter wereld te kweken met een minimale impact op het milieu. Naast de teelt zonder gas, gebruik van groene stroom en CO2 uit het potlek, bereiden we de voeding voor onze rozen met lokaal regenwater, wat we filteren in ons eigen binnenduin. We houden onze rozen fit en gezond met natuurlijke bestrijdingsmethoden om waar mogelijk ziekte en schadelijke organismen uit te bannen. En mochten er alsnog hardere maatregelen nodig zijn, dan doen we dat alleen zeer gericht en lokaal. Bovendien kweekt Fortenova de rozen niet in aarde, maar in steenwol, waardoor we de exact benodigde hoeveelheden kunstmest kunnen toevoegen zonder afval of verspilling. Zo belasten we ook de grond niet. Alles in dienst van ons doel. De beste rozen ter wereld kweken met een minimale impact op het milieu.